Dag Joachim, jij bent hoofd van het Investment Solutions Family Office Team bij De Groof Peterkam. Laten we het in deze video vandaag eens hebben over die family offices. Hoe passen die eigenlijk in het vermogensbeheer van een klant? Goedemorgen Björn, dat is een heel goede vraag. Dus een family office, ook wel een family investment office genoemd, is een entiteit die een op maat gemaakte vermogensstrategie gaat uitwerken voor een familie. En daarbij houden we rekening met alle vermogenscomponenten waarover de familie beschikt. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de financiële activa bij bank A, bij bank B, bij bank C, misschien een bepaalde kredietportefeuille, een aantal rechtstreekse participaties in een familiebedrijf, een aantal start-ups en eventueel nog een aantal andere activa. Hetgeen wat key is en wat ons differentieert met andere financiële actoren in de markt, is dat we een op maat gemaakte vermogensstrategie uitwerken die rekening houdt met alle vermogenscomponenten van de familie. Deze aanpak, die family offices, zitten duidelijk in de lift. Het is een groeiend segment in de financiële wereld. Hoe valt dat te verklaren eigenlijk? Het is inderdaad waar dat de family office markt echt aan het boomen is, zowel in het binnenland als in het buitenland. Nu, de rugwind van family offices komt van twee voornaamste kanten. In de eerste instantie heb je een generatie van ondernemers die in de volgende fase van hun vermogensopbouw aan het komen is. Waarbij men heel lang een zeer geconcentreerd vermogen heeft gehad in één actief, vaak een familiebedrijf, en men nu de stap neemt naar een meer gediversifieerd vermogens, een meer gediversifieerde vermogensstructuur. Dat betekent niet noodzakelijk dat men het volledige bedrijf verkoopt. Dat kan zijn dat er een bepaalde partij mee is ingestapt, of dat er gewoon een aantal kapitaalstromen doorheen de jaren richting het privévermogen zijn gevloeid. Dus dat is die eerste grote rugwind van family offices. Ten tweede zien we dat over het algemeen zeer vermogende families graag hun vermogen gaan spreiden over een aantal partijen. En daarbij hebben ze een entiteit nodig, zoals een family office, die in eerste instantie die partijen kan gaan selecteren en in tweede instantie ook een coördinerende rol kan spelen om die verschillende vermogensbeheerders te gaan managen. Het gaat dus om een aanpak die klanten begeleidt en helpt in het vermogensbeheer, maar ook in de investeringsstrategie. Hoe werkt een family office dan in de praktijk? Wel, het is belangrijk om te begrijpen dat family offices bestaan in alle geuren en kleuren. Er is geen één definitie van een family office. Nu, ik zal mij beperken in mijn uitleg tot wat ik een pure family office noem. Nu, een pure family office neemt zelf een coördinerende rol aan ten opzichte van tegenpartijen en vermogensbeheerder. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat wij als family office geen beheer gaan doen, omdat we niet tegelijkertijd rechter en advocaat kunnen gaan spelen. Wat wij wel zullen doen is best-in-class solutions gaan selecteren voor de familie, onafhankelijk van welke tegenpartij dat deze solutions gaat aanbieden. En hoe begin je daar dan aan? Wel, in de praktijk beginnen we altijd met het definiëren van de objectieven en wensen van de familie. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de familie een bepaalde inkomensstroom wilt gaan genereren uit het vermogen. Iets wat we ook heel vaak tegenkomen, is dat er een bepaald project moet gefinancierd worden en dan gaan we ook samen met de familie kijken op welke manier dat we dat gaan doen. Een derde element wat we heel vaak zien, is dat er al bepaalde schenkingen gepland dienen te worden naar de volgende generatie, naast de typische risico- en rendementsobjectieven die we definiëren. Nu, al deze objectieven en wensen zullen wij als family office gaan samenstellen in wat we een masterplan noemen. Een masterplan wordt in het jargon ook wel een investment charter genoemd. En wij zullen dan als family office gaan zoeken naar tegenpartijen die invulling kunnen gaan geven aan dat masterplan. Je hebt het nu gehad over een pure family office. We horen soms ook spreken over een multi-family office. Waarin zit het verschil eigenlijk? Wel, de term multi-family office staat in contrast met een single family office. Nu, een single family office is een entiteit die het vermogen gaat begeleiden van één familie. Vandaar de naam single family office. Daartegenover staat de term multifamily office en dat zijn vaak iets grotere entiteiten die een op maat gemaakte vermogensstrategie gaat uitwerken voor verschillende families. Jullie vervullen een coördinerende rol. Hoe zou je dan de samenwerking omschrijven met vermogensbeheerders, banken en bedrijven waarin geïnvesteerd wordt? Wel, de simpelste manier om er naar te kijken is dat een family office een dirigent is of een orkestleider die een team gaat aansturen van muzikant-experten. En het is onze taak om ervoor te zorgen dat al deze experten samen, synchroon en op een mooie manier het muziekstuk van de familie gaan spelen. Elke muzikant-expert zal op zichzelf heer en meester zijn over zijn instrument, maar als we elke expert in zijn hoekje de muziek laten spelen, zal het samen niet mooi en synchroon zijn. En dat is onze taak om ervoor te zorgen dat het geheel muziek speelt. Met andere woorden, wat ik wil zeggen is dat wij als family office ervoor zullen zorgen dat de objectieven en wensen
worden omgezet in mandaten voor elk van de verschillende experten, noem het misschien partituren, en zullen wij ervoor zorgen dat de objectieven en wensen van de familie gehaald zullen worden. En zo zorgen jullie voor een mooie symfonie. Maestro Joachim, hartelijk bedankt. Graag gedaan, Björn.